En leuk dat je kijkt naar de allereerste Amazon aankopen die ik ooit heb gedaan. Wow, het gaat bijna vallen. Ik heb allemaal verschillende dozen binnengekregen. Het is echt niet normaal. Amazon is een soort van niet mega groot in Nederland. Wat op zich niet gek is, want pas sinds maart hebben zij ook echt een breder aanbod dan alleen boeken. Daarvoor was het in Nederland puur en alleen boeken. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, het was puur dat mijn vriend erop zat. Want hij wilde daar een aantal dingen kopen. Want blijkbaar, hè, is het voor hem wel een site waar hij makkelijk naartoe gaat. Maar ik las inderdaad een artikel op doublesmart.nl. Mocht je het interessant vinden, ik heb hem in de beschrijving gezet. En daaruit blijkt eigenlijk dat Nederland dus in eerste instantie voor bol.com kiest. Terwijl uit de cijfers blijkt dat Amazon goedkoper is dan bol.com. Ja, ik moet zeggen, ik ben ook echt een bol.com fan. Maar er zaten leuke dingen tussen. Dus ik heb een aantal dingen aangeschaft. En ik zal ook een beetje de prijsvergelijking doen. Dat je kan zien dat het inderdaad goedkoper is. En ik moet zeggen, het duurde aardig lang. Dat vind ik ook een groot voordeel van bol.com. Net als bij bol.com is Amazon verschillende verkopers. Dus je kunt je als verkoper aanmelden om daar een product te leveren. Wat betekent dat al deze producten eigenlijk ergens anders vandaan komen. En dus ook heel systematisch raar binnenkomen. De een is er binnen een dag, de ander is er binnen 2 weken. Ik heb nog niet eens alles binnen. Maar ik had al wel zoveel binnen dat ik dacht, nou, ik wil het nu ook uitpakken ook. Dus we gaan eens bekijken. Op zich beviel het, maar ik vind het heel lastig om te zeggen of het nou zoveel beter is dan bol. Maar ja, als het goedkoper is, nou ja, dan verdient het daar in ieder geval wel punten voor. Het eerste pakketje zit heel netjes ingepakt, kan niet anders zeggen. Ik heb geen idee wat hierin zit. Ah! Oh, dit is gelijk degene die ik echt het meest graag wilde hebben. Dit zijn nep earpods of eigenlijk gewoon draadloze koptelefoontjes. En als je mijn vlogs kijkt, dan heb je gehoord al een tijdje dat ik erover na zit te denken om ze aan te schaffen. Maar ik vind ze gewoon best wel duur van Apple zelf. En ik ben gewoon best wel lomp, onhandig en chaotisch. Dus ik ben bang dat ik ze of sloop of kwijtraak of in de wasmachine stop. Ik dacht, laat ik gewoon eerst deze goedkope versie kopen. En even testen of het bevalt. Zo, het is echt wel een goedkope verpakking. Maar ja, daar kun je ook niet zoveel van verwachten. Er zit een mini gebruiksaanwijzing bij. Deze waren 15 euro uit mijn hoofd. Ik zal alle prijzen even in de beschrijving zetten wat het echt is. Dit is hem van dichtbij. Ja, ik moet zeggen, het voelt goedkoop. Het ziet er ook goedkoop uit. Ik weet niet waar de DNS voor staat, eerlijk gezegd. Nou, laten we ze er eens uithalen. Zit dit lekker? Oké. Ja, zit prima. Zijn super licht. Je voelt bijna niet dat je ze in hebt. Ik heb vrij kleine gehooringangen. Maar het past. Het voelt wel iets wat groot aan. Dus ik denk dat het. Maar als ze bij mij passen, dan ja, moeten ze in principe bij een gemiddeld mens wel passen. Ga ik vanuit. Ik vind het wel lekker dat je die bewegingsvrijheid hebt. En dat, daar gaat het me dus vooral. Oeh! Dit is dus letterlijk wat ik zeg. Ik ben zo lomp. Even ze goed schudden. Hij blijft wel echt goed in. Maar ja, ik wil het gewoon een keer proberen. En toen dacht ik, laat ik dan deze goedkopere versie proberen. En hij kreeg ook echt goede reviews. Doe ik het nou alweer verkeerd om? Oh. Maar ja, ik ben dus ook bang dat ik ze constant vergeet op te laden. En dat werkt ook niet, want dan loop je dus alsnog met je oudjes. Er zit echt een mini snoertje bij. Maar we gaan het gewoon testen. Mocht je het interessant vinden en meer willen weten over of ze bevallen of ik ze goed vind, laat me even weten. Want dan ga ik daar in ieder geval nog een update over doen. Dus dat was het eerste wat ik heb aangeschaft. Ik heb trouwens naar die van de Action gekeken, want die zijn zelfs iets goedkoper. Die zijn 10 euro. Maar die krijgt echt slechte reviews. En het blijkt dus dat hij de helft van de apps niet pakt. En dat hij vaak ook gewoon zomaar random uitvalt. Dus vandaar dat ik dit een betere optie vond. De goedkoopste draadloze oordopjes die ik op bol.com kon vinden zijn echt letterlijk volgens mij precies dezelfde en ook even duur. Dus wat dat betreft, ja, concurreren ze deze sites best wel met elkaar. Maar zit er dus ook nog niet echt veel prijsverschil tussen. Al denk ik dat het volgende pakketje dat wel heeft.
Ik heb in ieder geval een schaar nodig. Dat heb ik al wel gezien. Dit is dus het perfecte voorbeeld van hoe goedkoop Amazon kan zijn. Dit zijn namelijk 3 Rexona deo's. Dit zijn mijn favoriete deo's waar je me in de vlog waarschijnlijk al 100.000 keer over hebt horen praten. Beter zijn er niet. Echt maximum protection. Je hebt wel verschillende soorten geurtjes, maar deze heeft mijn leven zoveel beter gemaakt. Ik probeer hem open te maken. Normaal gesproken bij de Kruidvat kost deze 8 euro, tussen de 8 en 9 euro. Dan moet ik zeggen dat ik vaak als er een aanbieding was er gewoon in één keer 4 meenam of zo. Maar nu bij Amazon heb ik er 3 voor 12,40 euro. En dat is echt super goedkoop. En het is wel gewoon legit echt Rexona. Het is ook een beetje natuurlijk, AliExpress heeft dat ook, dat het verschillende verkopers heeft. Maar het komt niet uit China, dus het is wel wat dat betreft betrouwbaarder. Ja, dit ziet er gewoon top uit. Stress control. Oh, ik vind het helemaal leuk. En het is echt wel cheap hoor, want normaal gesproken zou ik dus echt gewoon 20 euro kwijt zijn. En nu ben ik 12 euro kwijt. En ik weet niet wat het is vandaag, het spijt me. En ik had ze ook echt oprecht nodig, want ze waren bijna op. Dus ik kom er eventjes vooruit. Het derde pakketje. Hier zitten meerdere items in. Ik had dus wel tegen ze gezegd van, want je kun je wel aangeven van, wil je dat het zo snel mogelijk naar je toe komt? Of wil je dat we alles gewoon proberen te verzamelen en dan versturen? En ik had gezegd van, nou verzamel het maar en verstuur maar zoveel mogelijk in één keer. Maar dan alsnog krijgen we dus nu, even kijken, dit waren 4 pakketjes en er komen er nog 2 binnen. Dus dan heb je alsnog 6 pakketten. Dus wat dat betreft... Maar ja, als het van dezelfde verkoper is, dan kan het. Maar anders kan het toch ook niet. Ik weet niet precies hoe dat nou allemaal werkt. Ik kan wel zeggen dat tot nu toe alles super goed ingepakt is. Ik zit echt vol bewondering te kijken, omdat ik niet alles zelf heb besteld, maar hij ook dingen heeft besteld. Maar deze heb ik wel besteld. Dit is voor wattenstaafjes. Nee, wattenschijfjes natuurlijk, sorry. En dit is een zwarte. Ze hadden bij de Action langere tijd een doorzichtige. En eigenlijk vanaf het moment dat ik hem wilde kopen heb ik hem nooit meer gezien. Maar ik vind zwart eigenlijk nog veel mooier dan doorzichtig. En ik zal de prijs even in beeld zetten. Maar uit mijn hoofd was hij tussen de 2 en 3 euro. En er zit een dekseltje op. En je kan ze er dan dus heel makkelijk uitpakken. En nu slingert die verpakking altijd gewoon overal rond. En nu kan ik hem op het badkamermeubel zetten. Super mooi. Ziet er goed uit. Kan er niet anders van zeggen. Deze is dus wel weer echt een koopje in vergelijking met bol.com. Want daar kun je alleen meerdere kopen. En dan zeg maar heb je 13 euro, maar dan krijg je er gelijk 5. En deze was dus nog geen 3 euro. Dus die is wel heel goedkoop. En is dus in dit geval Amazon een betere keus. Dit is een kookthermometer. Die heeft mijn vriend besteld. En wat blijkt, deze was 9 euro. En bij bol.com heb je ze echt letterlijk gewoon al vanaf 4 euro. Dus misschien moet mijn lieftallige Portugees toch ook een beetje verslaafd gaan zijn aan bol.com. Maar het geldt dus niet voor alles. Dus het is toch wel vreemd. Want toen ging ik deze opzoeken. Dit zijn Tessa of Tessa, ik weet niet precies hoe je het zegt. Power strips. Super handig. Ik gebruik ze super veel in huis. En deze zijn dus bij bol.com 5,99 en waren bij Amazon maar 3,50. Dus je kan wel koopjes vinden, zoals bijvoorbeeld die Rexona, dat zou je op bol.com niet vinden. Maar je moet wel goed opletten. Je moet dan wel echt gaan vergelijken welke van de twee goedkoper is. Dit is een kookweegschaal, kun je ook wel raden. Heb ik ook niet uitgekozen. Maar hij was dus 11,17 euro. En de goedkoopste die je kan vinden op bol.com is 17,95. Dus dit is dus wel weer echt een koopje. Al vraag ik me af of je, als je naar de Action gaat, of je hem niet nog goedkoper kan vinden. Maar dit is wel ook een goed merk, want daar hebben we dus eventjes ook naar gekeken. En dit is een merk wat al 150 jaar ervaring heeft, waar ook nog garantie op zit. En dat is bij de Action natuurlijk meer twijfelachtig. Dus wat dat betreft heb je voor goedkoop goede kwaliteit.
Als ik de weegschaal vergelijk met bol.com, is die wel aan de goedkope kant. Bol.com is de goedkoopste die ik kon vinden, 18 euro. Dus wat dat betreft hebben we daarop dan wel weer geld bespaard. De laatste is ook meteen de grootste aanschaf. En dit is iets wat we alle twee graag wilden. Het is niet echt een blender. Hoe kan ik het noemen? Het is ook niet echt een sapcentrifuge. Het is iets daartussenin. Maar je kunt er dus in ieder geval al je fruit en groente of whatever je wil in doen. Je kunt er ook cocktails mee maken, staat erop. Weet je, je bent vrij om te doen wat je wil. We deden dat nu met de blender. Maar we merken vaak dat die alleen grote stukken pakt. En het moet je ook wel een beetje goedkoper blender. Maar die is niet altijd perfect. Dus dit gaat waarschijnlijk beter werken. En is waarschijnlijk ook makkelijker schoon te maken. Want wat een ellende zeg, zo'n blender. Als je een vaatwasser hebt misschien niet, maar met de hand. Dus ik ken dit merk verder niet. Ik durf het niet te zeggen. Maar laat ik het gewoon eens gaan googlen en dan vergelijken. Als ik op onderzoek uitga, kun je nergens anders in Nederland dit merk vinden. Bol.com heeft wel een hele gelijkwaardige die er echt... Deze heeft 350 watt en die heeft 300 watt. Maakt dat heel veel verschil? Durf ik niet te zeggen. Alle twee is het ook tegelijk een drinkbeker. Dus je kunt het erin maken en hop gelijk drinken. Alle twee 600 milliliter en even duur. Dus allebei ook een eigenaardig merk waar ik niks van kan zeggen. Wat dat betreft denk ik dat Bol.com en Amazon best wel gelijkwaardig zijn in dat opzicht. Wat betreft drinkbeker blenders. Uiteindelijk, als ik zou moeten kiezen tussen Bol.com en Amazon, vind ik het eigenlijk niet lastig. Zou ik toch snel voor Bol kiezen. In de meeste gevallen omdat ik het goed vertrouw. Ik weet ook dat bijvoorbeeld de retour heel makkelijk is. En ik merk dat het prijsverschil in de meeste gevallen weinig scheelt. En ik had van Amazon een soort van Amerikaans beeld, denk ik. Dat er gewoon heel veel hebben dingetjes waren of echte gadgets waarvan je dacht, die moet ik hebben in mijn leven. Maar misschien is het in Nederland daar nog te nieuw voor. Ik vind dat je het namelijk echt niet kan vergelijken met bijvoorbeeld AliExpress. Waar je gewoon urenlang kan rondneuzen omdat het zo leuk is. Dus dat vond ik wel een tegenvaller. Maar bijvoorbeeld deo's zou ik daar wel voortaan blijven bestellen. Want dat vond ik wel echt een ontdekking. We hebben ook nog deo voor hem besteld. Ook echt super goede Axe deo die normaal heel duur is. Maar die is bijvoorbeeld weer niet binnen en dat duurt echt lang. Ik vind de verzendtijd best wel... de gemiddelde verzendtijd was iets van 10 dagen. Moet je nagaan dat nog 3 pakketten dus nog niet binnen zijn. En wij zijn dus op een gegeven moment Prime lid geworden. Omdat we graag de Amazon streamingdienst wilden. Die overigens, waar ik wel heel enthousiast over ben. Er staan hele goede films en series op. En dan worden sommige pakketten sneller geleverd. En dat merkte ik ook niet echt. Want de deo voor hem hebben we later besteld. En het was gewoon wat dat betreft prima. Ik kan niet klagen. Dit ziet er allemaal prima uit. Wordt goed ingepakt. Maar ik was niet onder de indruk dat ik zeg... dit is echt 100% beter dan bol.com. Ik ben heel benieuwd of jullie al wel eens iets bij Amazon hebben gekocht. Of dat je nog tips hebt dat je zegt... dit kun je echt alleen daar kopen en dit moet je halen. Laat me dat vooral even weten. Vergeet je niet te abonneren als je nieuw bent. En dan zie ik je weer bij de volgende video.